gewonnen. Winst in de wedstrijd vandaag hier. Precies 10 jaar na haar volgende zetenbal. Dan is het Talita de Jong. Lisa van Helvoort ook voor in meesprint. De dame uit Erp van Wielenvereniging Schijndel, standaard die making. Nee, ik ben wel kijk in. We gaan de huldiging krijgen op de derde plaats. Geef ze een geweldige applaus. Helemaal in Denemarken. Hier is ze. Danny Zuiderwijk op het podium. Met aan het Jojo Knikker. Klots van Katwee namens de Stichting de Sport Oplo. Heeft de bloemen uitgereikt aan de. Deze deelnemers op het podium en een jolige vriendin. We gaan naar de schitterende tweede plaats. Die komt uit het Wielenvereniging Schijndel. Stad aan die making. Geef ze een geweldig applaus. Lisa van Helvoort. Ja. En op de allerhoogste treden van het podium mag ze plaats gaan nemen. Geef ze een geweldig applaus. Hier staat ze dadelijk op die treden. Het applaus voor Talita de Jong. Uit Hogeheide pakt hier een nieuwe zegen en een mooie podiumplaats. Evenals gisteren, daar horen we de speciale aandenkens bij die beschikbaar gesteld is door de hoofdsponsor van de vrouwenwedstrijd Sport Lavie. Voor Ellen Jolund Klinge, ook voor Lisa van Helvoort. Sorry, ja, goed, dat, nee, goed. En ook voor Talita de Jong. Gaan we nogmaals de hand op elkaar brengen voor de eerste keer vandaag bij de vrouwen die grote prijs sport aan die Talita de Jong, Lisa van Helvoort en een Jolund Klinge. Ga ik even de mensen van BMS Bas Nooyen Sound voor het opzetten van de muziek, het onderbreken van de muziek. Voor aanvang van de wedstrijd bij de elite en belofte amateurs graag 1 minuut in stilte in acht nemen voor twee belangrijke personen die de wielersport hier in Oplo groot hebben gemaakt. We gaan stilstaan bij het overlijden van Gerard Kuipers. Dat Kuipers was hier in Oplo zeggen. In de jaren 60 nog actief als aspirant en nieuweling. En ook staan we stil bij het overlijden van vrijwilliger Martin Pak van de Heuvel. Daar willen we graag 1 minuut stilte in acht nemen. We take 1 minute silence for the former local rider, Gerard Kuipers, de former organizer, Mark van der Heuvel. Ook zij bus ingereden, rest in peace. Thank you for taking your help. Dank jullie voor het afnemen van het van de helm. U krijgt uiteindelijk de eer en het genoegen om het startschot te mogen lossen. Ik neem aan het eerste startschot van een wielerwedstrijd in het nieuwe land van Kuik, in de nieuwe gemeente. Kijk eens hier wat een speciale gelegenheid is. Dat is geen probleem. Ik heb wel gezegd dat ze nog niet kon oefenen, maar dat is geen probleem. Het gaat allemaal goed komen zodra we aan het start zijn geven. Graag de motoren voor de wedstrijd caravana voor de renners uit oprijden. Pak! Kijk, dat lukt ik. Heel veel succes voor de vallenwaardigste renner. We hebben de imposante grote dierenrekord. We hopen de rest van de te proberen in de groep. Hallo, we hebben nog een keer.
Fons van Katwijk in Oplode, 33e editie van de Gouden Helm. Wat jammer dat de zon niet schijnt op die Gouden Helm. Maar jullie zijn blij dat je weer kon beginnen na 2 jaar rust. Ja, dat is natuurlijk heel fijn dat we na 2 jaar rust eigenlijk weer een nieuwe ronde hebben kunnen organiseren. En vooral ook door medewerking van de sponsors die we al die jaren gehad hebben. En toch weer toegezegd hebben om dit evenement weer opnieuw te kunnen opstarten. En dat is geluk. Op dit moment dat wij hier staan, is de race van de elite nog volop bezig. Dan moeten we nog even achter welke winnaar dat opleeft. We hebben 2 races meer al achter de rug, hè? Ja, 2 races. We hebben dus vanmorgen om 11 uur hebben we de funklasse gehad. Met ook wat deelnemers hier uit het dorp zelf. Dus daar we een apart klassementje van gemaakt hadden. Dus we hadden altijd 3 winnaars hier in oploop voor de funklasse. En dan de vrouwen, dus waar we altijd voor de grote prijs Sportlofiet als sponsor hebben, die hebben we ook achter de rug met een geweldige overwinnaar of een winnares. Alita de Jong, die is en hier in 18 jaar was, ik weet niet hoe oud dat inmiddels is. Maar 18-jarige leeftijd heeft ze hier ook de wedstrijd gewonnen bij de dames. Dus het is wel heel leuk om dat weer te zien. Jullie blijven natuurlijk op, joh. Jullie blijven natuurlijk het wielerdorp bij uitstek. Met 3 broers van Katwijk. De wat oudere generatie die herinnert zich dat wat beter als de jongeren. Maar jullie blijven ervoor gaan. Ja, wij zijn gewoon fietsminder, wielren gek, zeggen wij altijd. En daarom vinden wij het ook leuk om toch ieder jaar weer een ronde te kunnen organiseren hier in Oplo. Wat traditie die al 33 keer gebeurd is. Dus, en daardoor hebben we ook ook altijd die jaren proberen om de naam Oplo internationaal en nationaal hoog in het vaandel te dragen. Want wij hebben de indruk dat wielrenners en wielrensters graag hier naartoe komen. Ja, als we goed gaan bekijken, de inschrijvingen, die zitten na 2, 3 weken zitten die al vol. Dus dat is gewoon een teken dat het heel aantrekkelijk is voor de renners en ook het parcours. Kijk, want meestal is het een rondje in het dorp zelf, maar nu hebben we echt een mooie omloop van 3,2 kilometer. En daar zijn de renners gewoon op uit om te zeggen van dat vinden we een schitterend parcours. En daarom hebben we ook geen klagen met deelname. Want er komt wel wat bij kijken, of valt dat wel mee? Jullie hebben natuurlijk een draaiboek wat klopt. Ja, we hebben een draaiboek wat klopt natuurlijk, maar we moeten toch weer ieder jaar een beroep kunnen doen op de vele sponsors en de gunstigers. Om het proberen draaiend te houden, maar ook voor elkaar te krijgen om weer die ronde te kunnen organiseren. Toch nog even terug naar de gebroeders van Katwijk, ik noemde ze net al. Jij bent de jongste? Ik ben de jongste van de 3, dus je hebt Jan, Piet en Fons en ik ben de jongste. Maar ja, wat is jong tegenwoordig? Ik ben inmiddels ook al 70, maar ja, we vinden het nog altijd leuk om betrokken te zijn bij de wielersport. Dus, Zitten jullie nou zo s'avonds, of bijvoorbeeld op een verjaardag, kruipen jullie bij elkaar en dan gaan jullie nog eens uitgebreid hebben over het verleden? Nee, dat gebeurt wel eens af en toe, maar vooral met die periode dat het boek ging uitkomen van ons, dan hadden we wel dus de journalisten en dan kwamen echt die oude verhalen van vroeger, kwamen dan toch weer op tafel en dat was af en toe wel lachen. Ja. Ja. Dankjewel en blijf een succes met de strijd om de Gouden Helm. Ja, dankjewel. En jullie ook bedankt, hè. We hebben nog 4 rondes rijden hier met Koen Vermeldvoort en met Guillaume Visser. Max Kronen met Luc Schuurmans en Kevin Ruivers. Dat zijn de smaakmakers hier in de koers vandaag op de Gouden Helm trofee. Probeer je uit de peloton te ontsnappen. De jacht op een dopjes van Schipstal en Van Rooij. Attentie, de gedubbelde renners. De renners op 1 of meer onder de achterstand die gaan de laatste ronde in. De last lap voor de left riders. En die voorbij komen eraan moeite van Koen Vermeldvoort. Die bouwde de winnaar hier in Oplo. Met Guillaume Visser, Luc Schuurmans, Max Kronen en Kevin Reuters. En nog 3 rondes te hebben.
De dubbelrenners gaan hier stoppen, die gaan de wedstrijd beëindigen. Felix nog de letter waar is, de rest van de drie rondes te doen. Met Tim Bierkens van aan het winnaar op kop rijdend van het peloton. Nog twee rondes te gaan naar de kop van de wedstrijd. Onder aanvoering van Koen Vermeld voor de leidersprijs. En nog de twee klachten volgers krijgen die de jacht geopend hebben. Dat gaat allemaal gebeuren onder aanvoering van de stevendik van Bruce Rijer uit Zwendel. Met nog twee rondes te doen en toen net zo staat goed te doen. De ronde gaat weer, laatste ronde met Koen Vermeld voor laatste ronde. Met Guillaume Visser, met Max Kroonen, met Kevin Reuters, met Luc Schuurman. Laatste ronde, Paardwaarder zit in de way, Wat Jason Glaarder en dan de bunch, de mentor. We gaan een geweldig applaus geven, hier gaat hij over de weg komen. De man uit Diepenveen, Max Kroonen, wint vandaag hier in Oslo. Schitterende zegen voor het team van Volker Wessels. Van de tweede plaats met de Koen Vermeld volgt en Guillaume Visser, Kevin Reuters. En dan de geweldige wedstrijd krijgt hij door Luc Schuurmans, die op de vijfde plaats beslag gaat leggen. Op de overige deelnemers hier over de meet komen. Het gaat gebeuren met Fons van Katwijk, zelf een oud winnaar van deze trofee. Dat is de voorzitter van het organisatiecomité. Een prachtig klein ook. De applaus van Max op de eerste plaats. Dan sluit op de tweede plaats even aan de nummer 2 Koen Vermeld. Dan mag Guillaume Visser op de derde plaats gaan staan. Jullie gaan de bloemen aangeboden krijgen hier. Dat zijn al weer uitstap. De gouden aan het café. Dat is Jeroen van der Weijen die de bloemen gaat geven aan Koen Vermeld. En door Van Sijs. Dan hebben we drie flessen met bier. Je hoeft ze niet te omkurken. Kijk, ze mag zelf opdrinken. Dat is speciaal een lokaal bier hier in Oslo. Dat denk ik zo weer gezegd. Ja. We gaan uiteraard een geweldig applaus laten horen voor de eerste drie vandaag hier in de Gouden Helm Trofee wedstrijd in Oslo. Met Max Kroon uit Diepenveen, van Koen Vermeld uit Vlijmen. En dan uit Heerenveen, Guillaume Visser op de derde plaats.